Benny en Valère, twee mensen met een geelblauw hart en vooral met veel respect voor elkaar. Hij kent zijn stijl. Ik denk dat men ook kent. Hij kent zijn stijl? Ja. Nee. Heel... Met nu, met de kleren, blijft hij binnen. Ik ga hier naar de voordeur en hij weet wat ik doe en ik weet wat hij doet. En we moeten elkaar niet contamineren. Voordat Valère materiaalmeester werd, werkte hij jaren als arbeider in de mijn. Het zwaarste werk wat er was in de mijn heb ik gedaan. Daar heb ik ten eerste hard leren werken, centjes verdiend, maar zuur centjes. Maar leren werken, ook leren werken met de buitenlanders. Respect tonen voor iedereen, dat heb ik daar geleerd. Dat vind ik enorm, enorm belangrijk. Samen met zijn zoon Ben is Benny Liebens een grote fan van FC Barcelona. Doordat mijn zoon ziek is, heeft Jordi Cruijff gezorgd dat we daar, hoe moet ik zeggen, de binnenkant en bij de grote mannen mochten meeleven en in spelers omgeraakt met Messi en zo. En, ja, dus, en daar heeft de voorzitter van Barcelona, Laporta, daar heb ik foto's van en zo, wie me op Facebook volgt en zo ziet het wel. Dus die heeft ze persoonlijk shirtje aan mijn zoon gegeven, dat is mijn man nog nooit vergeten. Het is toch niet de kleinste club uit de wereld. Klein clubje. Benny en Valère, ze gunnen elkaar alles. Ja, ik ben bij Sint-Truiden 93 begonnen. Ik ben wel eens 4 jaar weg geweest. Toen de sneeuw eens heel lang is blijven liggen. En dan ben ik weer teruggekomen dus. En dan had ik de maat, en dat was eerst Bertje en dan Diallo. Diallo, ja. En dan heb ik zelf gezegd, en dat vind ik ook nog een plus met Van Valère. We waren in Spanje nog komen en Flip. Philip Borman vroeg of ik het opnieuw volledig kon doen. Ik zeg dat gaat niet met mijn zoon Ben, die wat van gehandicapt is en ik kon niet meer. En toen wist ik dat Valère en Leertje een beetje de afstand moe. En toen heb ik gezegd tegen Philip, ik zeg bel Valère eens op. En toen hebben ze Valère gebeld. En Valère belde mij daarna op en hij zei, Benny, SCBV heeft me gebeld, maar ik ga het niet doen. Ik zeg, voor wat niet? Ik ga u daar niet weg. Jij moet daar niet weg, zeggen we zijn al jaren vriend. Ik zeg, ja, maar ik heb gezegd voor u te vragen. Dus dat is al een super compliment, dat hij mij eerst belde voor te zeggen, ga het niet doen, want dan zit jij weg. Maar ik had gezegd, pak hem. Dus super, hè.